Zoals je misschien hebt meegekregen, is Luc afgelopen maand plotseling overleden. Kort daarvoor gingen Luc en ik samen naar Bali voor het maken van deze serie. Wij hebben de serie afgemaakt. Voor Luc. Dit is Lieke. De coronacrisis heeft mentaal veel impact op haar gehad. Ik heb gewoon het gevoel alsof ik al een jaar niet meer mezelf heb kunnen zijn. Daarom neem ik haar mee op reis om haarzelf weer terug te vinden. En als ik elke influencer ooit ter wereld mag geloven, is er maar één plek om dat te doen. Bali. Dit is Luc en Lieke op zoek naar zichzelf. In de vorige aflevering kon je zien hoe we de basics van het surfen leerden en uiteindelijk ook zelf een golf konden pakken. Ook deden we een cursus breathwork die ons nieuwe inzichten gaf. In dit laatste deel gaan we nog een stap verder in onze zoektocht. We verdiepen ons in de Balinese cultuur, maken contact met ons lichaam en ik ontdek wat spiritualiteit inhoudt voor Luc. Welkom bij alweer de derde aflevering van Luc en Lieke op zoek naar zichzelf. We hebben twee afleveringen erop zitten. Hoe voel jij inmiddels, Lieke? Ik voel me goed. Ja? Ik heb veel tools ontdekt waarmee ik aan de slag kan gaan. Ja? Ben je al een beetje ver in jouw zoektocht naar jezelf? Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Ja, ik heb wel veel, misschien niet per se veel ontdekt, maar wel veel bevestigd gekregen waarmee ik aan de slag kan gaan. Oké, ja. Nou, fijn. Heb jij jezelf een beetje ontdekt? Nee, ik heb nog helemaal precies niks ontdekt, maar nice. ik ben nog steeds wie ik ben, dus dat is eigenlijk alleen maar bevestigd eigenlijk. Dus ook eigenlijk dat is bevestigd, yeah. Voor mij tot nu toe. Ja, okay. Maar vandaag gaan we wel wat verder de spiritualiteit in, dus ik ben benieuwd wat vandaag ons gaat brengen. Voordat we dieper de spiritualiteit induiken, gaan we naar een hindoeïstische tempel. Het hindoeïsme is de oudste godsdienst ter wereld en de grootste godsdienst van Bali. Meer dan 90% van de Balinese bevolking is hindoe. We hebben afgesproken met Jan. Hij bekeerde zich tot het hindoeïsme, zodat hij kon trouwen met zijn Balinese vrouw. Hi! It's so nice to meet you. Where are we, guys? In one of the biggest temples in biggest this... Biggest temple in Bali. Nice! And this is one of the temples where also people from outside are allowed, right? Because that's not in every temple. Yes. Some days are really for the Hindus only, but on other certain days everyone is allowed to visit. Yeah. Jan will take you to go inside. De hindoeïstische Taman Ayun-tempel wordt gezien als een van de mooiste tempels van Bali. De religie heeft meerdere goden, maar eigenlijk geloven Hindoes maar in één god. Deze god is volgens hen in alles aanwezig. Het is niet alleen een religie, het is ook een cultuur. Dus ja. Dat merk je echt in Bali, wat jullie waarschijnlijk ook de afgelopen 3 weken hebben gemerkt. Dit is echt een levensstijl. Ja. Dus het is niet alleen, oké, ik ben Hindoe, ik moet dit doen. Ja. Je gaat ernaar leven. Dus dat heeft dus met eten te maken, met inderdaad die offeringen die je elke dag, bijna elke dag doet. Vaste regels voor bidden en tempelbezoek zijn er niet. Je gaat wanneer het jou uitkomt en wat je offert, dat bepaal je zelf. En deze is heel hoog, dus dat betekent dat het een belangrijke god is? De god van het heelal, dat is vaak de hoogste. Ja. Dus dit zijn er twee. Die heeft 11 dakjes. Beetje baas boven baas dit. Inderdaad, ja. Baas Hoe hoog boven is jouw dak? Wat wij eigenlijk gevoeld hebben, waarom we dit ook graag wilden doen, is dat eigenlijk dat hindoeïsme heel erg zijn stempel drukt op het leven hier. Ja. Ervaar jij dat ook zo? Ja, je bent heel dankbaar ook voor heel veel dingen. Ja. Je bent inderdaad dankbaar voor het eten wat je hebt. Dus de hindoe zal nooit zeggen, oh, ik heb het slecht. Ja. En dat is ook gewoon echt hindoe. Hindoe zijn, er is hier nooit ruzie, er bestaat bijna niet een hindoe. Ik denk wel dat zeg maar, los van het feit dat het geloof is, dat het gewoon als persoon heel veel ontwikkeling veroorzaakt. Ja. Ik vond het mooi. Ik ben blij dat we er even iets dieper in zijn gedoken, dat we het iets meer verstaan. Ja, het is wel. Het verklaart wel een beetje de sfeer van het eiland, vind ik. Ook als je inderdaad wat beter uitgelegd krijgt hoe dat hindoeïsme werkt, dan snap je wel, oh ja, dat is waarom iedereen hier zo vriendelijk is. Dat maakt mooi. Denk ik wel de sfeer van het eiland. Ja, denk ik ook. Ik vind het hindoeïsme heel erg mooi. We gaan verder op ons spirituele pad en hebben afgesproken met Martijn. Hij heeft zichzelf een paar jaar geleden op Bali gevonden en helpt nu anderen dit ook te doen door het geven van massages die gericht zijn op emotionele healing. Vandaag gaat hij met ons aan de slag. In de sessie vandaag gaan we door je lichaam heen gaan we bepaalde pijn, emotie, stijfheid gaan we verwijderen. Dus je probeert eigenlijk altijd de guidance te volgen. En op basis van de guidance ga je eigenlijk jouw aandacht verplaatsen. Waar ik naartoe ga, ga jij ook naartoe. Oké. Okay. Ik ben benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Om eerlijk te zijn klinkt het wel allemaal een beetje als oké. Maar... Het is nog een beetje vaag, ik snap het niet. Ja. Maar ik denk dat als we... We moeten het volgens mij gewoon gaan proberen. Ja, we moeten het ervaren. Martijn zijn overtuiging is dat emoties, angsten en pijn zich opslaan in je lichaam. Tijdens deze sessie masseert Martijn deze pijn eruit. Om zo de relatie tussen lichaam en geest in evenwicht te brengen. Overal in mijn lichaam voelde ik pijn. Dus toen dacht ik ook, ah ja...
dat is niet per se een goed teken. Maar ik had het eigenlijk niet heel erg anders verwacht. Want ik weet van mezelf, in het moment zelf wil ik het altijd allemaal zelf doen en het zelf oplossen. Ik vraag niet om hulp. Dus ik snap dat mijn lichaam al die pijn en verdriet vasthoudt. Ik vond het heel bijzonder dat wederom de ademhaling terug naar boven kwam. Want ik merkte als hij duwde op plekken die echt heel veel pijn deden, dat je eigenlijk wil schreeuwen en je adem wil stokken. Dat je denkt, nee, ik ga toch ademen ernaartoe. En dat elke ademhaling de pijn minder werd. Ademhalen is eigenlijk superhelend. Daar was ik me nooit eerder bewust van. Je ademt alle energie naar het hartchakra toe. Het begon met het voelen van de energie. Ik heb dat al de hele reis. Iedereen heeft het de hele tijd over, ja, en ik voel hier energie of ik voel dit soort energie en ik voel dat gewoon niet. Collect those moments in time and space where you felt anxiety towards rejection, anxiety towards being ignored, not being recognized, not being seen, not being felt, not being heard. Op een gegeven moment hadden we het ook over de angst voor de, of had hij het over de angst voor afwijzingen, angst om fouten te maken. Terwijl, tuurlijk, ik ben heel vaak afgewezen en nee, dat vond ik zeker niet leuk. Ik heb ook echt veel van die herinneringen opgehaald dat ik afgewezen ben en dat is echt niet prettig. Maar ik ben nog nooit bang geweest om afgewezen te worden. Ik heb nog nooit gedacht, oh, straks word ik afgewezen, dus laat ik dit maar niet doen. Ja, ik had bijna het gevoel dat hij me een soort van complex aan het praten was. Maar ik heb echt al die angsten heb ik niet. Het begon bij de angst voor de dood. Als er iets is waar ik niet bang voor ben, is het de dood. Ik merkte dat ik daar bijna een beetje boos op hem werd. Van wat lul jij nou over dat ik bang ben voor de dood? Dat ben ik echt niet. Je neemt even een momentje om je naar dat deel van je persoonlijkheid te bewegen wat je innerlijke kind is. Die graag wil spelen, die graag wil creëren. De kinderlieke, dat vond ik leuk. Ook ontroerde het mij. Het voelt een beetje alsof het kind in mij een beetje verdwenen is, terwijl dat juist zo erg lieke was. Het voelt gewoon alsof deze sessie mij weer een beetje heeft teruggebracht naar wie ik ben. En dat was ook juist wel weer een soort van bevestigend en daardoor ook wel comforting van kennelijk zit het gewoon goed. Zo, helemaal zen. Helemaal zen. Fuck, goede massage. Die energie, daar heb ik helemaal niks mee. Dat voel ik niet. En ik heb echt mijn best gedaan om het dan te visualiseren. Ja. Om het dan toch, zeg maar, te kijken of ik het ergens vandaan kon halen. Maar dat echt nul. Je geeft nog heel veel autoriteit aan het hoofd, waardoor je ook niet dat voelt in het lichaam. Ja, maar misschien vind ik dat juist ook gewoon fijn. En is dat ook hoe de wereld moet zijn, volgens mij. Ja. Ja. Daar zijn de meningen dan over verdeeld. Precies, maar dat is natuurlijk precies ook wat het programma een beetje laat zien. Dat mensen daarin denk ik verschillen. Want wat heb jij eraan gehad? Wat heb jij gevoeld dan? Ik heb het idee dat ik vroeger veel dichter bij mijn natuur stond dan nu. Ja. En ik weet nog niet waar dat door komt. Maar het is wel fijn om te weten dat dat zo is. Maar het heeft jou dus wel weer geholpen in je zoektocht naar jezelf. Begrijp ik? Ja. Het terugvinden van mezelf misschien. Ja. Vind ik misschien wel mooi. Misschien is het niet zoeken naar jezelf, is het terugvinden. Het terugvinden. Ja, ja. Ik denk dat het voor deze laatste aflevering wel mooi was om net even wat dieper die spiritualiteit in te duiken. Goed zo. Thanks. Mooi. Ik ben er blij mee. Ik ook. Weer wat geleerd. We hebben allebei op onze eigen manier geleerd van Martijn's massage. Maar Luc blijft moeite hebben met alle zweverige activiteiten die Bali te bieden heeft. Hij heeft een hele andere blik op spiritualiteit die hij heel graag met mij wil delen. We krijgen een kookles van de beroemde tv-kok Lonnie. Ik ben blij dat jij ook even iets kan gaan doen wat jij leuk vindt. En ik hoop dat je aan het einde dat jij dat ook een beetje hebt. Dat je dat koken ook kan waarderen. Want ik weet dat je dit stiekem wel een beetje kan, alleen je hebt gewoon de focus er niet voor. Ja, en ik mis vooral de creativiteit met eten. Dus ik kan geen gerechten bij elkaar maken. Nou, dan ga jij nu straks naar huis met een aantal lekkere gerechtjes. Ja. Zullen we gaan koken? Ja, lijkt me leuk. Let's go. We ontmoeten Lonnie bij hem thuis. En duik meteen zijn tuin in, waar hij allerlei groenten en specerijen verbouwt die hij gebruikt voor zijn gerechten. Wat hebben we allemaal nodig, Lonnie? Citroenblaadjes, wat groenten, geelwortel hebben we nodig. Ja? Toch heerlijk dit. Gewoon lekker zo groente uit de tuin halen. Hele bak vol. Ik heb deze nog nooit gezien in mijn leven. Ik ook niet. Maar ik ben heel benieuwd hoe ze smaken. Is dat kurkuma? Kurkuma. Oké. Okay. Dan hebben we het. Dan hebben we het. Let's cook it. Vertel, ik kan niet langer wachten. Wat gaan we maken vandaag? Wat vind je van rendang? Ja, heerlijk.
ja, stiekem hoopte ik daar al een beetje op. Klik naar dit. Staat hij aan? Ja. Ja, ja. Oké. Okay. Ik heb mijn helemaal zelfgemaakte boemboes klaar. Voor het eerst? Voor het eerst? Het ruikt wel echt, moet je even ruiken, Liek. Oprecht, maak geen grapje. Ik dacht, kan ik deze man vertrouwen? Hey, ja. Het ruikt wel echt lekker, ja. Hey, Lonnie, jij zingt ook, toch? Oh, gosh. Fly me to the moon, dat is mijn favoriet. Dat is niet waar. Nu wel. Zo old school, je bent zo jong. Ja, ik heb een oude ziel. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. Luc, ik begin het een beetje leuk te vinden. Goed zo. Wat fijn. Zeg maar, in Nederland, ik heb hier gewoon echt geen tijd voor, hoor. Ja, maar dat moet je ook een beetje maken, want dat doe ik dus. Voor mij is dat momentje voor mezelf nemen op een dag, dat is het koken. Dus ik neem even de tijd om een uurtje te koken. Want, en lekker boodschappen doen, dat soort dingen, want dat is voor mij even tot rust komen. Dat is even het momentje voor mezelf. Ben je trots? Ja, jullie zijn geslaagd. Nieuwe chefs. Nou, ik zou zeggen, laten we gaan eten dan, hè? Laten we gaan eten. Dat is eigenlijk het belangrijkste deel. Nou jongens, geweldig. Ja, toch? Ik kan alleen geen diploma geven. Ik kan geen diploma geven. Oh. Maar het gaat om het idee. Liek, wat vond jij ervan? Want dat is eigenlijk het belangrijkste. Nou ja, niet per se het belangrijkste, maar ik vond het wel. Ik ben blij dat jullie me hiermee geïntroduceerd hebben. Dat meen ik echt. Snap je een beetje wat ik zeg als ik zeg dat het voor mij een beetje spiritueel is? Nou, dat voel ik niet per se. Ik vind het wel leuk, zeg maar wat ik net ook zei. Het geeft wel echt een voldaan gevoel. Maar dat spirituele, ik denk vooral als ik het in mijn eentje doe, dat het één grote terror is. En dat ik alleen maar stress krijg van alles wat aanfikt om me heen. Ja. Maar jij, Luc, hoe vind jij het? Ik vind het heerlijk. Ja, voor mij is dit echt spiritueel. Dit is het momentje voor mezelf, dat even een uurtje loskomen. Maar wat bedoel je met spiritueel? Nou, wat je zei met yoga, dat je dan stilstaat en even over jezelf nadenkt en over wat je allemaal aan het doen bent. En dat heb ik met koken. Dat is mijn momentje voor mezelf. Heb jij jezelf een beetje gevonden zo in de keuken? Ik heb mezelf hier helemaal gevonden. Ja? Aan het eind, de laatste aflevering, toch nog mezelf helemaal gevonden. Na een maand op Bali is er een eind gekomen aan onze zoektocht. Dankzij yoga maakte ik contact met mijn lichaam. Tijdens de breathwork leerde ik mijn ademhaling controleren. En tijdens het surfen kon ik intens genieten van een momentje voor mezelf. En Luc, die kreeg eigenlijk vooral bevestiging van wat hij al wist. Maar wat nemen we mee uit deze zoektocht? Luc en ik blikken terug op onze reis. Hoe is het hele programma jou bevallen? Deze hele reis, deze hele zoektocht naar jezelf? Ja, heftig, intens. Ik heb aan de kijker, maar eigenlijk ook aan mezelf, het achterste van mijn tong laten zien. En ik heb wel het gevoel dat ik de eerste stappen op dat pad gezet heb. Ja. Ja, je bent jezelf wel meer gaan waarderen volgens mij, als ik het zo zie. Ja, zo voelt het wel. Ja. Dus heb je jezelf gevonden? Heb ik mezelf gevonden? Ik denk dat ik een groot deel van mezelf heb teruggevonden. Ik voel me wel oké met mezelf of zo. Goed zo. Ik ben best wel blij met mezelf. Ik ben een leuk mens. Ja. Ik ben blij dat je dat inmiddels zelf ook inziet. Heb jij jezelf gevonden? Nee, maar ik heb wel de bevestiging gekregen dat ik mezelf al ken en ben. En dat ik mezelf ook niet hoef te zoeken. Ik ging natuurlijk hierin ook met een beetje... Met een beetje een sceptische blik van oké, dit is, ik geloof hier allemaal niet zo in, het is niks voor mij. Dat is nog steeds zo. Maar ik heb wel ingezien dat ook niet uitmaakt. Het maakt niet uit of ik erin geloof of niet, of dat het wetenschappelijk onderbouwd is of niet. Het gaat erom dat als het voor jou iets brengt, dat belangrijk is. Als je er een goed advies uit kan halen, dan is dat ook waardevol. Mooie conclusie. Lieke die eindelijk blij is met zichzelf en Luc die misschien iets minder rationeel is geworden. Ja, heel waardevol deze reis. Maar goed, we hebben deze reis natuurlijk niet alleen voor onszelf gemaakt. Eigenlijk was ook wel een hoofddoel jij eigenlijk. Jij die ook even struggelt met zichzelf of ook even verdwaald is, niet meer weet wie die is. Weet dat het oké is. Weet dat je absoluut niet de enige bent. En het allerbelangrijkste, het is echt mogelijk om uit die put te komen. Ja, zeker waar. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering en de hele serie. Laat in de comments even weten wat je ervan vond van dit programma. Laat ook even een lief berichtje achter voor Lieke. Heeft ze wel verdiend na deze serie. Ben vooral lief voor jezelf. Ja. Daar kom je een heel eind mee. Zeker. Heel erg bedankt voor het kijken. Doei.
Ik zie aan jou, je hebt me helemaal niet. Dat zeg je wel, maar je hebt me helemaal niet. Ik denk dat we kunnen concluderen dat het niet heel goed gaat. Oh shit, zo is dit, hè? Fucking hell. Alleen is Lieke nou niet echt een groot fan. Oh jezus. Jezus, ik gooi gewoon mijn hele telefoon toch. Nog een keer. Jezus, ik zie er niet uit. Ik zie er niet uit. Kijk, deze grote vriend op mijn hoofd. Kom. Nee, mag ik nog 5 minuutjes en dan kom ik. Oké, nog 5 minuutjes en dan gaan we, ja? Beloofd? Mm-hmm. Oké, topper. En het idee is dus wel dat trauma's dan opgeslagen zitten in je lichaam en dat hij dat dus gaat losmaken. Ik hoop niet dat er nog meer diarree uitkomt. Ik stink, maar dat doe ik ook al 3 weken lang, dus dat is ook oké. Heb je mij al ooit horen klagen erover? Je bent wel weer te stinken. Ik heb weer niet gedoucht. Ik had bedacht om dat vanmorgen te doen, maar ik ben ingeschoten. Ja, kan gebeuren. Zo'n zure... Nee, dus, nee. Je hebt ondertussen een hartje gemaakt van de kokos. Is ook belangrijk. Ja. Ik heb een hartje gemaakt. Liefde voor voedsel! Ja, yeah, really nice. It's so cool. Chocolade. Klimrex is een beetje moe. Klimrex moe? Klimrex even een beetje moe. Denk je dat Luc een leuke papa zal zijn later? Ja. Nou, Luc. Pak hem zakteken.